Zomervakanties Zuid-Frankrijk in rook op. Goedemorgen. Nederlandse vakantiegangers in Zuid-Frankrijk slaan massaal op de vlucht voor de alsmaar oprukkende Vlammenzee in het zuiden van dat land. Waarom lukt het maar niet om die bosbranden daar onder controle te krijgen? Bij mijn studioverslaggever Paul Eldering. Paul, welkom. Er zijn elk jaar in de zomer bosbranden. Wat maakt deze in Frankrijk nou zo anders? Omdat er een hele harde mistralwind van noord naar zuid waaide. En die zorgt echt met windkracht 7, 8, 9 soms voor een enorme aanwakkerend vuur. Hè. Je moet je voorstellen, als je daar zit als toerist, dan zie je over die berghellingen, zie je die vlammen richting de Middellandse Zee gaan. Eigenlijk soms wel 20, 30 meter hoog. Ja. Enorme rookwolken. Ja, en ook is het op tientallen plaatsen in Zuid-Frankrijk, aan de Côte d'Azur en iets noordelijker daarvan, ja, zijn die branden uitgebroken. En zoveel brandhaarden, zegt de politie en de brandweer, is vrij uitzonderlijk. Ja. Dus, ja, geen toeval, zeg je. Nee. Er wordt nu toch wel gedacht van dat hier opzet, sprake is van opzet. Er komen elk jaar wel wat bosbrandjes voor. Precies. Hè? En dat komt vaak bijvoorbeeld door vuurtjes stoken of een sigaret uit het raam werpen. Zuid-Frankrijk is gorddroog. Ja, en als het dan opzet in het spel is met die harde wind, dan heb je de ellende heel snel komt dichterbij. Ja. We zien blusvliegtuigen in beeld. Hoe zit het met de inzet van de brandweer en zo? Doen ze wat ze kunnen? Ze doen wat ze kunnen. Frankrijk is hier redelijk goed op voorbereid op bosbranden. Er zijn meer dan 1000 brandweerlieden aan de gang. Mensen die daar zitten zeggen ook, ja, er gaan sirenes bijna elk moment van de dag. Bepaalde natuurgebieden zijn ook volkomen afgesloten. Dat is veel te gevaarlijk. En die blusvliegtuigen is heel spectaculair. Die gaan eigenlijk de baaien in zee. Ze landen dus op zee, nemen water in, slurpen dat zeewater binnen. Gaan gelijk weer door en laten hun vrachtje water vallen. Ja, onbezorgd vakantie vieren. Hè? Stel, je zit daar aan de kust, dat is er even niet bij. We hadden net ook een foto, zagen we. Dan zie je zo heel mooi die kust. En dan op de achtergrond die dreigende rookwolken. Heel veel mensen slaan op de vlucht. Schrijnende situaties, hè? Zeer schrijnend. Ik heb gistermiddag, toen het overal weer aan het oplaaien was, het vuur, ja, toch wel heel veel bange mensen gesproken. Hè? Je moet je voorstellen, als je daar met kinderen zit, jonge kinderen, ja, je moet er toch niet aan denken dat je ingesloten raakt door dat vuur. Ja, dus die nemen het zeker voor het onzekere en vertrekken gewoon. Ja. Als het enigszins kan, een paar kilometer of een paar, 20, 30 kilometer verderop, waar het vuur niet brandt. Ja, of als het echt niet anders kan, naar huis. Het probleem is natuurlijk, in het hoogseizoen is er heel moeilijk iets anders te krijgen, want alles zit echt bomvol. Ja, het zorgt allemaal voor paniektelefoontjes ook, hè? Bij reisorganisaties, campings. Zeker. Want soms heb je geen keus natuurlijk. Nee, soms heb je geen keus. En ja, er zijn ook mensen die bijvoorbeeld zaterdag naar Zuid-Frankrijk willen vertrekken, die daar een camping hebben geboekt of een hotel. Kan dat? Op het moment dat daar een calamiteit wordt vastgesteld en een negatief reisadvies, dat is overigens nog niet aan de orde, ja, dan krijgen mensen hun geld terug. Ja. Krijgen ze een alternatief aangeboden. Maar heel veel mensen gaan ook op de Bonnefoy, hebben rechtstreeks de camping gebeld. En op het moment dat zij het niet meer vertrouwen, dat zijn toch wel honderden mensen die nu in de startblokken staan om naar Zuid-Frankrijk te gaan. En wellicht op het allerlaatste moment besluiten om bijvoorbeeld naar Noord-Spanje te gaan. Ja. Hoe is de situatie nu? Kun je daar iets over zeggen? Nou, een geluk bij een ongeluk is dat die harde wind die is wat gaan liggen vannacht. Overigens, vannacht zijn nog heel veel mensen, ook Nederlands, geëvacueerd. Duizenden mensen, die mochten niet meer hun camping op. Die moesten op het strand slapen of in sporthallen. Of zelfs bij Franse lokale mensen thuis. Ja, en, we zien het hier, hè? Ook in parken gisteren overdag al. Ja, ja, dus voor die mensen die niet meer durven, ja, die zullen toch even afwachten tot zaterdag. En hopelijk blijft die wind een beetje liggen. Maar er is heel veel onzekerheid. Ja. Het kan zomaar weer oplaaien en dan heb je de pop aan het dansen. Nou, dankjewel voor je uitleg nu, Paul Eldering. En tot zover deze video over de bosbranden in Zuid-Frankrijk. Meer hierover van Paul in de krant van deze donderdag en ook op onze website. Graag tot later. Dag.